Deze man hoort helemaal niet in dit huis aan de Bussink in Den Ham te zijn. De man met de groene jas, zwarte tas en het hoofdlampje doorzoekt het hele huis. Inclusief meerdere tassen. Via het badkamerraampje wist hij de woning binnen te komen. Helaas is het bewakingsbeeld maar kort en komt hij met zijn gezicht niet goed in beeld. En toch hopen we dat je het de politie laat weten als je weet wie dit is. Het is mij niet al te lang beeld, maar dit was niet de eerste keer dat daar werd ingebroken. Nee, klopt. Dit is al de vierde keer op rij. En dat terwijl er extra veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Zoals een beveiligingssysteem, camera's en nieuwe sloten. Ja, de impact op het slachtoffer is daarom ook erg groot. Ze geeft aan dat ze zich niet meer veilig voelt. Terwijl je thuis natuurlijk bij uitstek de plek moet zijn waar je je wel veilig moet kunnen voelen. Ja, inbrekers hebben vaak helemaal niet door hoe groot die impact eigenlijk is. Als je weet naar wie we op zoek zijn, laat het dan weten. Misschien herken je de dader aan zijn postuur of aan de kleding. Opvallend was de Nike-tas die man op zijn rug had. Ja, alle tips over hem of zijn verblijfplaats zijn welkom. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen meestal over. De politie heeft daarvoor het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het is voor inbrekers als ze toch een beetje gemiddeld inbrekerswerktuig bij zich hebben. Je moet dan denken aan een schroevendraaier, aan een koevoet. Dat soort dingen zijn toch vrij gemakkelijk mee te nemen. Dat als je dus een woning hebt met eenvoudige sloten, ja, dat het toch ook zomaar een kwestie van een aantal seconden kan zijn dat ze dus binnen zijn. Het is heel belangrijk om ook eens een keer heel eventjes de tijd te nemen als bewoner om te kijken naar van hoe ziet mijn woning er eigenlijk uit. Wat heb ik in mijn tuin staan of liggen? Heb ik daar bijvoorbeeld een of meerdere rolcontainers staan, van die afvalcontainers? Ja, dat zijn natuurlijk ook wel de perfecte opstapmaterialen voor woninginbrekers om net eventjes een raampje op de eerste etage te kunnen bereiken. Het is heel belangrijk om dus die spullen of te fixeren aan de woning, dat ze dus niet gebruikt kunnen worden. Of als het even kan weg te zetten of op te bergen. Kijk vooral eventjes op www.politiekeurmerk.nl. Daar staan eigenlijk heel veel tips die je dus ter harte kan nemen en kan toepassen.